Herbert, dan sta je er weer als Pieter van in. Hoe voelt het? Plezant. Ja, ik ben heel gelukkig. Ik ben heel gelukkig. Het is, het is cadeau, dit sowieso voor mij. Maar in dit concept, de mensen inwijden in wat de televisiewereld is, met al zijn vergif soms, maar ook schoonheid. Maar daar zo de begin die ontploffing van wat showbiz is, want dat is het uiteindelijk. En dan gebeurt de misdaad, ja. En dan daarin duiken, ja. Ja. Voelde het weer als vanouds? Ja, die rol, dat is iets, dat zit in mijn lijf. En dat is maar een knip en dan komt die. En het is ook luisteren. Het is van in is niet alleen maar actie, maar het is ook proberen te ontdekken wie de dader is. En dat doet het publiek samen met mij. En alleen samen met ons. En dat is fijn, ja. Om een publiek levend, in dit geval 600 man, om die mee te sturen naar de motieven. De reden waarom dat iemand een misdaad pleegt. En ja, dat is een spelletje, dat weet ik. En dat is zo doorzichtig als groot. Maar mensen doen altijd weer mee. En ja, daarom kijken ze ook naar tv. Dat is zo. Heb jij dan die bruine jas altijd nodig? Nee, ja, dit is een reliquie geworden. Omdat ik daar de laatste 6 reeksen mee gedraaid heb. En die was ergens opgeslagen. Ik was dat vergeten. En toen James me vroeg om dit te doen, dan dacht ik, ja, ik moet. Want ik heb er nog een tweede die minder in frenen hangt. Maar dit is wel, ja, dit is, en je zie je die patine. En er zit zelfs van binnen bloed aan van gevechten die ik gedacht. Ja, het is, ja, plezant. Die heeft heel wat meegemaakt, die jas. Zeg, wat ben jij nog aan het doen? Staan er nog dingen op het programma of ga jij nu Aspen doen? Dit is gewoon, ja, we spelen dit tot 16 juni en dat is. Dat is voor mij oké, okay. Ja, prima. Bijna een hobby eigenlijk? Nee, dit is wel werk, maar heel fijn werk. En zeker met een soort flashback naar mijn verleden. Dat is, ja, een iconische rol geworden waar ik eigenlijk niks voor gedaan heb. Dat is het publiek die dat doet, hè. Het zijn de wederuitzendingen en het is nu deze reeks toneelstukken, Aspen, Moord, die maken dat ja, ineens. Ik heb daar niet veel. Ik moet er gewoon zijn, ik moet er nog leven ook. Voilà. Dus als James je vraagt voor nog een editie, zeg jij ja? Als het een goed stuk is, ja.